Deelnemers, start vrij. Paarden draaien het startvak in. Jansen Weijenprijs, koers 8 vandaag hier op Pompark Heino. Nee, start gaat niet door. Deelnemers, start vrij. Alle winnende eigenaren ontvangen een trofee en een fles wijn van de betreffende sponsoren. Alle winnende trainers krijgen een petje beschikbaar gesteld door Pompark Heino. Alle winnende rijders ontvangen een Heinoze koek beschikbaar gesteld door Bakker Boer uit Heino. Tevens ontvangen ze een fles wijn en een bos bloemen door Tuincentrum van der Vechten te Heino. En alle winnende fokkers krijgen eveneens een Heinoze koek en een fles wijn. Standby. Ja, de start is gevallen. Met name een hele mooie start voor Alain, Lorraine en Jeffrey Miras. Die gaan er als een pijl uit een boog vandoor. Terwijl er in het achterveld een galoppade is voor paard nummer 5, Sereste. Sereste heeft een galoppade gehad en is teruggevallen naar de verre achterhoede. En vooraan gaat Jeffrey Miras, een talentvolle leerlingpikeur, op niets en niemand wachten. Hij komt met Alain, Lorraine in de rechte lijn voor de tribune en heeft geen enkele tegenstander in de buurt. Gerust kan hij de rechter niet op zijn, want een kluwe van paarden die drukt elkaar op daar in het achterveld in de achtervolging op de koploper. Die zo dadelijk dit bij het passeren van de finish nog 2 volledige rondes vol moet houden. En we gaan zien of dat gaat lukken. Alain, Lorraine heeft een lengte of 10. Op de tweede plaats daarachter is er dan Ruud Pols en hij rijdt Classic Woldhoeven. Daarachter Devil in the Sky, paard dat als groot favoriet opende met verreweg in het veld Classic Benes. Achter Classic Benes is er dan Dolly Polly en Dolly Polly heeft aan de binnenkant naast zich zo te zien Jan-Willem Kromkamp die zijn pak nog mooi schoon heeft. En hij rijdt Twitel. Achter Twitel, althans achter ruim aan de buitenzijde van Twitel. In het derde spoor gaat Sven Schraal met Dexter op zoek naar de betere grond. En achter deze paarden komt dan ook Aad Pols door met Clint Nijenrode. En bijna is er alweer aansluiting in het achterveld voor paard nummer 5. Sereste. Goed, het veld komt wat dichter tot elkaar, want ook aan kop gaat Alain Lorraine niet meer zo hard als in de beginfase. En dus geeft dat de gelegenheid aan Classic Woldhoeven, een bekende modderploeter, op de tweede plaats om wat dichterbij te komen. Maar Niels Jongejans, hij ruikt bloed. Hij komt aan de buitenzijde naar voren met zijn Devil in the Skies. Dat is de situatie als de paarden zo dadelijk weer in de rechte lijn voor de tribune komen. Bij het passeren van de finishpaal nog 1 volledige ronde te gaan. En we gaan even kijken waar uw favoriet zich op dit moment bevindt. Het is aan kop van het veld paard nummer 1, Alain Lorraine. Op de tweede plaats Devil in the Skies en in derde stelling volgt dan Classic Woldhoeven. Aan de buitenzijde komt Dexter naar voren en achter Dexter, het wat daar heel krap gaat in die bocht. Wim van der Mespel landt op zijn neus met zijn paard en dat is Sita van Ranem. Die springt daardoor weg en aan de binnenzijde loopt geen meter te veel Classic Binnes. Deelnemers die gaan op weg naar de overzijde van de baan en Dexter aan de buitenzijde gaat voorbij aan Classic Woldhoeven. Ligt inmiddels op de derde plaats. Classic Woldhoeven met mispassen wordt nu ook gepasseerd door de opkomende nummer 6 Classic Binnes. We zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Zware omstandigheden. En dan is het extra knap hoe Dolly Polly en Dickie Hof na een treinkostende fout meters goed maken aan de buitenkant. En inmiddels zijn uitgekomen op plek 4. We gaan op weg naar de laatste bocht en het is aan de kop van het veld nog altijd die nummer 1 Alain Lorraine. Maar Devil in the Skies is er inmiddels bijna naast gekomen. En op de derde plaats daarachter ja, loopt een deelnemer toch ook een prachtige koers. En we komen dan in de laatste rechte lijn en 3 paarden die gaan hier strijden om de overwinning. Waarbij aan de binnenzijde Alain Lorraine nog wat extra's heeft. Devil in the Skies probeert het hard aan de buitenkant, komt wel iets dichterbij. Dexter op de derde plaats, maar Alain Lorraine die doet het van start tot finish. Het is de 1 die het wint voor de 4 en dan de 9 en de strijd om plek 4 wordt gewonnen door Twitel. En Wim van der Mespel kijkt even naar het comité, dames en heren, en houdt u dus de tickets nog even vast. Er is mogelijk een protest.